En nu begint mijn school weer. Ik ben echt verliefd op deze. Ik heb nog nooit zo vroeg een event gehad. Kijk eens wie we hier hebben. Long time no see. Happy new hair. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ja, dit voelt een klein beetje raar. Ik heb de afgelopen 3 maanden fulltime stage gelopen. En hier en daar heb ik wel wat video's gefilmd. Maar eigenlijk ben ik niet zo erg bezig geweest met videocontent. Überhaupt YouTube en Instagram content. Want ja, mijn hoofd stond er gewoon niet naartoe. Ik was eigenlijk alleen maar gefocust op mijn werkdagen. En in het weekend vierde ik ook daadwerkelijk het weekend. Want ik moest ook lekker uitrusten. Het waren pittige 3 maanden. Maar ik vond het wel heel erg leuk en leerzaam. En het is echt voorbij gevlogen. En nu begint mijn school weer. Ik heb vandaag op de maandag weer les. Het nieuwe blok is van start gegaan. En we krijgen nieuwe vakken. Een nieuw project. Allemaal super leuk. Maar ja, ik moet er weer even inkomen. Want mijn ritme is helemaal weer omgegooid. Want normaal gesproken werd ik om rond 6:30, 7:30 wakker. En begon ik om 8:30. En was ik rond 6:30 weer thuis. En dat voor 5 dagen lang. En in het weekend deed ik vrij weinig. Af en toe wel wat dingen. Maar voornamelijk was het gewoon lekker chillen. Met vrienden zijn. Met mijn liefde zijn. Maar het leek me wel leuk om mijn eerste schoolweek na mijn stage vast te leggen. Om te laten zien wat ik nou deze week doe. Mocht je benieuwd zijn wat er deze week bij mij op de planning staat. Kijk dan vooral verder. Ik doe eerst een duimpje omhoog. En ja. Trouwens, misschien wel leuk om te delen. Ik heb deze oorbellen als afscheidscadeau van stage gehad. Voor de mensen die het niet wisten, ik liep stage bij PDA Group. Dat is een distributeur van horloge- en sieradenmerken. En dit is een sieraad van een van hun merken, namelijk Enya Hey. Ik hou echt van ze. Ze zijn zo leuk. En cute. Oké, maar ik ga ontbijten, want ik heb trek. Het is op dit moment bijna 11:15 en ik heb om 12:00 school, dus ik ga er zo vandoor. Maar ik heb deze ochtend echt zoveel gedaan. Ik ben even naar buiten geweest, ik moest naar de winkel. Ik heb een aantal pakketjes op de post gedaan en ik moet straks nog meer pakketjes op de post doen. Want mijn huisgenoot en ik zijn allebei lekker bezig op United Wardrobe. En ik heb de keuken opgeruimd, allemaal dingetjes weer in kastjes ingedeeld. En wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, ik had een telefoonafspraak vanochtend. Echt een lekkere drukke planning. Ja, ik merk als ik in de ochtend echt heel veel doe dat ik in de middag vrij weinig energie heb. Maar hey, we moeten er tegenaan gaan. Ik vind het gewoon weer fijn om een dag in te plannen zoals ik zeg maar wil. Omdat ik dan ook wat vrije tijd heb. Maar ik zal even laten weten hoe mijn week deze week eruit ziet. Dit is mijn schoolrooster. En dit is mijn week met mijn persoonlijke activiteiten. Mijn week is lekker vol ingepland. Maar waarschijnlijk gaat het in de loop van de week nog een beetje veranderen. Want ja, ik moet even afwachten hoeveel schoolwerk ik nu moet doen. Of ik huiswerk heb, of ik andere dingen te doen heb. Maar het komt allemaal wel goed. Het is inmiddels 5:00 geweest. En ik ben een uurtje thuis. Iets minder dan 1 uur. Het was heel erg informatief vandaag. Voornamelijk wennen. Heel wat klasgenoten gesproken. Begint een nieuw project. Project Events. We mogen een eigen event gaan organiseren. Wat bij onze opdrachtgever past. Onze opdrachtgever is de huishoudbeurs. Ik heb geen idee of ik dat al heb vermeld. Maar ja, heel erg benieuwd. We moeten het met ons eigen budget doen. Dus ja, het zal mij benieuwen wat voor event het gaat worden. Ik heb wel enige ervaring met events. Maar ja, mijn projectgenoten moeten dat ook leuk vinden. Het komt allemaal wel goed. Het zijn leuke mensen. Ik moet nu mijn modulehandleidingen door gaan nemen. Ik denk dat ik ze ook even ga printen. Want ik vind het wel fijn om het fysiek te hebben. Het is een beetje dubbel. Want ik haat papierverspilling. Maar ik heb ook een hekel aan om het continu op mijn scherm te zien. Eigenlijk zou school iets van een e-reader moeten hebben ofzo. Waar je al je boekwerk op kan doen. In plaats van allemaal los papiertjes. Maar hey, dit is de beste oplossing voor mij. Dus ik ga dit straks helemaal uitprinten. Ja. Schoolleven gaat weer van start. Ik merk wel dat ik een beetje moe ben van vandaag. Maar ja. Ik heb zoveel trek. Dus ik ga
een hele snelle maaltijd maken. Of nou ja, maaltijd. Avondeten. De laatste tijd probeer ik zoveel mogelijk vegetarisch te eten. Niet dat ik me gelijk wil labelen aan dat ik een vegetariër ben. Want ik hou heel veel van kip. En af en toe vind ik het wel lekker om ook vis te eten en zo. Maar ik ben niet een mega grote vleeseter. Mijn huisgenoot is ook sinds een jaar, denk ik, nu vegetariër. Dus dat is heel erg makkelijk om in huis vegetarisch te eten. Vandaag ga ik pita broodjes met gyros maken en knoflooksaus. Heel erg simpel. Maar ik heb er super veel zin in. Dus ik ga mijn broodjes opwarmen. Mijn vlees oppakken. En ja, dit lekker eten. Goedemorgen. Ik begin vandaag om 8:30. Dat is redelijk vroeg als je dat vergelijkt met gisteren. Vandaag ontbijt ik niet met een boterham. Want het is nog niet eens 8:00 en ik heb wel trek. Maar niet zeg maar mega veel trek. Ik heb hier een proteïne kwark. Dit vind ik ook heel erg lekker. Dit eet lekker weg. Dus dat ga ik lekker ontbijten. En dan ga ik rond 8:00 naar de tram. Pak de tram en ga ik naar school. Ik merk dat ik het echt heerlijk vind om in comfortabele, simpele outfits naar school te gaan. Ik had gisteren ook niet echt een, wat je zegt, een wow outfit. Ik ben wel, zeg maar, basic girl. Ik hou niet van hele opvallende dingen. Ik heb dit coltruitje aan. En deze jeans. En dan doe ik weer sneakers eronder aan. Nice. Hallo, het is vandaag woensdag. Richie en ik zijn allebei vrij van school. En we zijn in Roermond. We gaan namelijk naar de Fashion Outlet. We zijn er allebei nog nooit geweest. Of nou ja, Designer Outlet, hoe je het ook kan noemen. We lopen er nu heen. En ik ben benieuwd, want ja, of ik überhaupt daar ga shoppen. I don't know. Het is ongeveer een kwartiertje lopen vanaf het station, dus dat valt nog wel mee. De eerste grap die ik maakte toen we naar binnen liepen, om zo te zeggen, is het, hey, Disneyland. Want zeg maar, de gebouwen, die doen me echt een beetje denken aan Disneyland. Dat was super schattig. Occitan en Provence, heb ik ooit de samenwerking mee gehad. Leuk. Maar we gaan gewoon even een rondje doen en dan gaan we gewoon lekker kijken. Hallo, we zijn al een tijdje hier. Nog niks echt spectaculairs gekocht. Ik heb wel een Michael Kors tas op het oog. En we hebben bij een L'Oréal winkel heb ik wat make-upjes ingeslagen. Maar voor de rest nog niet echt iets gescoord. Ik ben heel kritisch als het gaat om dingen kopen. Maar we zijn lekker aan het wandelen. Het valt ook wel mee hoe druk het is. Dus dat is fijn. En ze hebben een hele schattige macaronkraam. Wij hebben onze lunch. We zitten bij Wagamama. Lekker. Ik heb mijn favoriete ramen. Hij staat hier ook op de afbeelding. Dit is vega. Die gyoza is niet vega, is met kip. En je hebt een chicken tandoori. Oké, ik wilde een nieuwe tas. Ik heb al een half jaar mijn Louis Vuitton. Maar ik ben echt verliefd op deze. En hij is ook goedkoper. Want deze was echt €1500 en deze is €250. Dus ik heb deze. Ik zal twijfelen tussen die. Maar uiteindelijk voor deze gekozen. Ik ben weer thuis en ik ga even mijn nieuwste aankoopjes met jullie delen. We hebben hier als eerst mijn mooie tas. En dan hebben we een shirt van Tommy Jeans. Ik vond de items van de mannenafdeling veel leuker dan de vrouwenafdeling. Dus ik heb deze dus van de mannen. Dan heb ik 3 make-upjes. Foundation, concealer en een lakje. Goedemorgen, het is 8:00 en ik ga naar een event. Ik heb nog nooit zo vroeg een event gehad. Het is een ontbijt-event van Starbucks en ik heb straks rond 10:30 heb ik school. Dus ik ga eerst even een ontbijt-eventje af en dan ga ik lessen volgen. Ja, living the double life. Soms moet ik me echt hermontennen omdat ik dan zeg maar influencer dingetjes doe. Een beetje stom om te zeggen. Maar ja, social media dingen en dan de studenten moeten uithangen. Ja, maar hier is de Starbucks waar het event plaatsvindt. Dus ik ga erheen. En ik ben benieuwd of er veel mensen zijn, want het lijkt mij dan niet heel veel mensen om 8:00 naar de Starbucks willen komen voor een eventje. Maar hey, ik hou van dit merk, dus we gaan even kijken of ik mensen zie die ik ken. Het is alweer vrijdag, de week
vliegt voorbij. Ik heb wel het gevoel nu ik weer naar school ben, dat mijn week iets langzamer gaat dan dat ik op stage ben. Want ik doe veel meer op een dag als in van naar verschillende locaties gaan. Want ja, op stage was ik maar op één plek, op kantoor. En gisteren had ik een drukke dag, ochtend Starbucks, toen school. En daarna had ik ook nog een afspraak, maar dat heb ik niet vastgelegd. Maar ja, ik heb straks een ontbijtdate met ME. Ik heb haar al een tijdje niet meer gezien. Dus het is super gezellig om eventjes bij te praten en lekker te ontbijten. En daarna ga ik naar school. Ik heb echt gemerkt, gisteren helemaal, dat ik mijn dagen niet propvol moet inplannen. Ik ben zo'n persoon, als ik naar mijn agenda kijk en ik zie een gaatje vrij, ook al is het maar 2 uur, dat ik dan gelijk wil inplannen. En dat ik denk van, ja, ik heb al tijd, ik kan wel afspreken, ja, kan nog wel. Maar gisteren zei mijn lichaam van, nee, Sabrina, je bent moe, je hebt al veel te veel te doen. School kost heel veel energie, soms vergeet ik dat. Dat dat ook heel veel energie en tijd, ja, kost. Dus voor de aankomende weken ga ik gewoon veel minder inplannen. Ik vind het nog steeds leuk om leuke dingen te doen, maar ik moet gewoon kritischer zijn met mijn tijd en prioriteiten stellen. Dat moet ik mezelf weer eventjes aan gaan leren. Ik heb echt een casual, chill outfit aan vandaag. Ik heb een pantalon die aan de ene kant een beetje te groot is. Maar bij mijn onderkant is die wat wijder, maar hier zit die wel goed. En dan heb ik een vest eroverheen, of nou ja, een truitje overheen gedaan. Ik dacht, het is vrijdag. Lekker comfy. Chill. En vanavond ga ik, als het goed is, iets met mijn haar doen. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Zoals jullie weten heb ik een tijdje geleden een pony laten knippen. Wacht. Oh, nou ja, is gone. Maar daar ben ik zo niet tevreden mee aan de lengte van mijn haar. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Dus vanavond gaat er een stuk van af. Kijk eens wie we hier hebben. Long time no see. We hebben hier, wat heb jij? Een acai bowl met fruit. Granola, fruit, kokos, pitjes, banaan, oogstradees over, blueberries, chiazaadjes. Lekker. En ik heb een broodje met zalm, avocado en spinazie. Ja, smakelijk, girl. Thanks. Happy new hair. Ja, dit is mijn nieuwe look. Ik was gisteravond bij mijn schoonfamilie en mijn schoonzus die heeft een kapperopleiding gedaan. Dus zij kan goed met een schaar overweg. Dus zij heeft mijn haar geknipt, waar ik heel blij mee ben. Ja, het is heel erg kort. Ik heb nu ook een beetje het geprobeerd te krullen. Het lukte niet helemaal. Omdat het zo kort is, is het ook lastig om mijn haar te krullen. Maar ik wilde even kijken of ik er een slag in kon krijgen. Als het gewoon stijl is, vind ik het ook prima. Maar ja, het is even wennen. Maar I like it. Even wat nieuws. Het is een soort van lange bob. Aan de achterkant is het wat korter dan de voorkant. Maar niet zeg maar, het is niet echt een bob dat het hier kaal is. Wacht, ik kan misschien wel even in de spiegel laten zien hoe de achterkant eruit ziet als het me lukt. Ja, soort van. Dus het is niet kort en pittig, want ik hou echt niet van een mega korte look. Maar het is wel korter dan dat ik voorheen had. I like it. Een nieuwe week is weer van start gegaan. En ja, ik kan echt wel concluderen dat ik een hele slechte weekvlogger ben. Ik merk dat ik meer een dagvlogger ben, want dan ben ik consistenter bezig met vloggen. Als mijn invulling van mijn vlog gewoon over de hele week gaat, vind ik het heel erg lastig. Want ik wil het niet al te lang maken, maar ook niet te kort. Maar hey, kleine recap over afgelopen week. Het was weer even wennen om naar school te gaan. Ik heb nog niet helemaal mijn structuur gevonden in mijn schoolleven, persoonlijke leven. Ik had afgelopen week hele goede dagen waar ik heel excited over werd. Ik had leuke dingen gedaan. Maar ja, ik had ook de helft van de week zat ik gewoon niet zo helemaal top in mijn vel. Dat was gewoon voornamelijk het weekend. Ik was toen ook met mijn vriend lekker veel gechilled. Ik moest ook nog aan een opdracht voor school, want ik heb binnenkort mijn tussenassessment. Ja, ik moet gewoon, om eerlijk te zijn, mijn leven een beetje weer gaan structureren. Dat is mijn conclusie. Iets anders. Jullie dachten dat ik deze vlog zou gaan afsluiten, maar dat is nog niet het geval. Ik heb iets nieuws aan. Een trui. Of course. Maar ik heb weer een eigen trui ontworpen. Afgelopen jaar had ik in samenwerking met Sissy een kersttrui
lanceert. Die trui was alleen rondom kerst verkrijgbaar. Maar we hebben binnenkort een nieuwe lancering. Ik weet nog niet exact wanneer die zal plaatsvinden. Maar hou mijn Instagram en sissy.nl in de gaten. De trui die ik heb ontworpen heeft een universum space thema. Zelf ontworpen, wel geïnspireerd op iets anders. Maar wel helemaal zelf in Illustrator getekend. Het heeft niet alleen dit, maar de achterkant is ook wel epic, vind ik zelf. Dus ik ben nog niet helemaal uitgepraat. Ik wilde namelijk het nog even over mijn laatste video hebben. Want in die video had ik aangekondigd dat ik ga stoppen met mijn AliExpress shoplogs. En ik kreeg er heel veel reacties op. Ook heel veel leuke en begripvolle reacties. Maar ook, zeg maar, iets minder begripvolle reacties. Een paar van die reacties waren, maar je weet toch wel dat meerdere bedrijven hun spullen uit China laten komen. Ja, dat is ook niet mijn voornaamste reden waarom ik wilde stoppen met mijn AliExpress shoplog. En tegenwoordig hebben we het er ook vaak over van waar komen onze spullen nou vandaan? Is het wel goed? En ja, het is heel interessant om het erover te hebben. Ik kan er zo uren over praten, dat ga ik jullie niet aandoen. En het is ook interessant om er een mening over te hebben. Om het eventjes nog wat duidelijker te maken, mijn voornaamste reden waarom ik kap met AliExpress shoplogs is omdat het te aantrekkelijk voor mij was om elke keer onnodige spullen te kopen. Die ik vervolgens alleen in een video ging laten zien en uiteindelijk er bijna nooit iets mee deed. Kleine side note, de items die ik in mijn vorige shoplog heb laten zien heb ik allemaal gebruikt. Want dat waren allemaal goede aankopen. Maar ja, ik kreeg ook reacties van ga je dan ook stoppen met andere shoplogs? Nee. Het antwoord daarop is nee. Maar ik wil gewoon niet meer onnodig gaan shoppen. Af en toe nieuwe dingen kopen is leuk, maar ik wil eigenlijk richting het minimaliseren van alles wat ik heb. Tuurlijk zal ik regelmatig weer naar de winkel gaan om, weet ik veel, een nieuwe mok te kopen, want ik heb een mok-obsessie. Maar ik ga er gewoon kritischer naar kijken, twee keer over nadenken. Wil ik het echt? Ik wil investeren in items die ik voor langere duur kan gebruiken. Kijk, de Primark, de Action, dat zijn hartstikke aantrekkelijke winkels. Want het zijn lage prijzen, leuke dingetjes, gaat met de trend mee. Maar ik wil gewoon langzamerhand, het betekent niet dat ik morgen al zo ga leven, maar ik wil er naartoe werken. Maar dat ik langzamerhand, ja, dingen ga aanschaffen die dus voor een langere tijd meegaan. En niet meer zomaar koop om het te kopen. En nog steeds wil ik jullie door middel van mijn content kunnen inspireren van de nieuwste trends, van andere leuke dingen. Ik heb een grote obsessie van interieur. Ik zal waarschijnlijk nog interieur shoplogs gaan doen. Pashokjes shoplogs met een andere insteek. Want ik had vroeger altijd de neiging dat een shoplog gevuld moest worden met allemaal nieuwe dingen. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon even naar de winkel gaan en laten zien van yo, dit is er allemaal nieuw. Misschien heb je dit al thuis liggen. Dit kan je combineren meer een inspirerende en adviserende rol dan van yo, dit moet je per se kopen, weet je. Het is niet erg om nieuwe dingen te kopen. Ik merk dat ik nu ook echt in deze trui leef. En ik hoef nu meer dingen aanschaffen waarvan ik weet van hier ga ik ook wel echt de waarde uithalen. Van dit ga ik vaak dragen, vaak gebruiken. En niet dat ik dingen nu koop van yo, over een week weet ik niet eens meer van dat bestaan af. Wat ik heel vaak heb in huis. Soms zie ik dingen, kom ik dingen tegen tijdens het opruimen. Denk ik van, heb ik dit überhaupt? Dus ja, ik ben gewoon mijn weg aan het zoeken naar hetgene wat ik het fijnst vind in het leven. En hoe ik mezelf in het leven wil neerzetten. Zo, weet je. Vroeger wilde ik altijd heel veel spullen hebben. Werd ik daar heel erg gelukkig van. Maar op dit moment is voor mij, ja, less is more vind ik wel heftig om te zeggen. En minimalisme vind ik ook best wel heftig. Ik wil minimaliseren. Maar niet zeg maar zeggen van, oh, ik heb maar één van iets of zo. Maar ik vind het wel interessant. Dus ik denk dat ik daar de aankomende tijd gewoon veel bezig mee zal zijn. Maar ik zie het gewoon als een proces om steeds een beter mens te worden. En het beste uit mezelf te halen. En het beste voor de wereld en voor alles te doen. Want ja, ik wil om het milieu geven, maar ik wil ook de economie stimuleren. Ik weet niet waar ik met mijn vrouw heen ga, want ik ben echt all over the place. Ik doe een media marketing gerelateerde opleiding. Dus ik zal in de toekomst veel met marketing bezig zijn. Dat houdt in dat ik ook dingen wil gaan
verkoopstrategieën gaan bedenken om producten aan te prijzen. Met mijn werk op internet ben ik met marketing bezig. En laat ik bijvoorbeeld producten zien als ik met merken samenwerk. Oh ja, daar kreeg ik ook de vraag over. Sorry, ik ga het straks echt afronden, deze video echt al te lang. Ik kreeg ook een vraag die hierover ging van ja, als je stopt met Shoplos, dan zal je ook minder snel samenwerking hebben met merken. Maar dat wil ik dus niet. Ik werk samen met merken waar ik achter sta, waar ik zelf interesse in heb, waar ik nieuwsgierig naar ben. En het is ook wel voorgekomen dat ik toen een merk heel erg leuk vond en nu minder. Ja, dat gebeurt. Maar ik wil niks buitensluiten, maar ik wil gewoon kritischer zijn en leren. Dat. Maar oké, ik ga stoppen met mijn verhaal. Mocht jij dit onderwerp überhaupt interessant vinden, misschien kan ik er verder op ingaan in een ander soort video's. Hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!